Een ontzettende goede zondagochtend, deze ochtend, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Welkom terug. Nou, om met de deur in huis te vallen. Ik had laatst wat filmpjes van mij gekeken. En het blijkt dat ik bij het begin van deze vlog regelmatig het woordje zo roep. In de trant van... Zo, lieve YouTube-kijkers, goedemorgen dat ik er ben. Daar wil ik een beetje van afstellen, want het is allemaal zo. Als je een compilatie van maakt, dan heb je zo. Dus, ik probeer daar zoveel mogelijk van af te stappen om niet steeds met zo te gaan beginnen. Dus, daar moet ik aan denken, mijn opening. Goedemorgen of hallo, lieve YouTube-kijkers. Van De Stofjes. Nou, mooi dat we gezegd hebben. Fijn, we zijn in het bos geweest, hebben weer gelopen. En ja, dat was lekker. Qua tijd was het iets wat, nou ja, ik wil niet helemaal zeggen, meteen zeggen teleurstellend. Maar ja, het was. Ja, het ging. Het ging, daar is alles mee gezegd. Maar goed. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. 4 rondjes. Op zich niet heel verkeerd. Maar het was koud. Het was vanmorgen was even fris. Ik had natuurlijk wel een thermootje aan gedaan nog. En een lange broek had ik aan. Dus wat dat betreft, ik was wel opgekleed. Maar dan nog, het eerste rondje is dan toch heel fris. Is dan toch heel fris. En ja. Dat dus. Was wel leuk. Nou, we gaan vandaag weer lekker naar het voetballen toe. Eerst was het weer AWC. Poh, wat een leuk potje hoop ik. En ja, we moeten gas geven. Volle bak vooruit. Zoals ze dat wel eens zeggen. Nou, met deze gezegd hebbende, gaan we dat proberen vandaag. Dus, het seizoen gaat weer beginnen, tweede helft. Kijk waar het uiteindelijk gaat eindigen, straks, het einde. Nou, er zijn voor de rest nog niet zo heel erg veel dingen die in het vooruitzicht staan. Qua dingen. Ja, gewoon dat ik lekker bezig wil blijven met trainen. Ja, ik probeer fit te houden. Dat ik toch wel wil proberen om wat kilootjes kwijt te raken. Daar heb ik vorige keer ook al iets over gezegd. Maar ja, daar moet je natuurlijk wel de hele tijd mee bezig zijn. En dat is niet altijd makkelijk. Op een of andere manier heb je soms van die dingen die dan ertussen doorlopen waarop je motivatie zeg maar anders is. Ja, gewoon hoe dat je zelf op dat moment voelt, bent. Je moet natuurlijk, als je, zeg maar bijspreken, als je niet helemaal lekker in je val zou zitten, dan heeft het geen zin om aan dit soort dingen te beginnen. Om te proberen af te vallen, dat gaat gewoon niet. En als er dan dingen zijn waar je wel eens tegenaan loopt, hetzij of met werk of privé of wat dan ook. Ja, dan is dat heel lastig. Dan wil je misschien wel iets gaan doen, maar dan gaat het gewoon niet. En op het moment dat jij zeg maar, ergens die klik hebt om weer positief gestemd te zijn, ja, dan werkt dat veel beter. Dan kun je daar ook de motivatie uit halen van, hé, kijk, het gaat. Nou, zo probeer ik dat met mijn dochter ook een beetje te doen. Die wil ook weer wat meer gaan afvallen. Ja, die probeer ik daarin in te motiveren. Nou ja, goed, dat steunt mij ook. Dus ja, we gaan langzaamaan kijken. Om straks natuurlijk wat je gaan wegen, wat het nou geworden is van de afgelopen week. Op zich mag ik nog niet klagen met de kerst. Of vanaf de kerst tot aan nu. Ik ben op zich niet heel veel aangekomen. Ik geloof 2,5 kilo of zo is die ergens. Dus dan kun je natuurlijk nog steeds zeggen van dat is veel. Maar dat is minder dan vorig jaar. Vorig jaar was ik meer aangekomen. En
daar is dan een bepaald stabiele stukje uitgekomen. Even kijken of dat ik hier een parkeerplaats kan vinden. Nee, helaas. Even wachten op die meneer. Moet je daar een meneer voorbij lopen, daar aan die kant. Ja, dat zie je dus net niet. En dat dus. Dus, nou, ik ben aangekomen bij de fitness. Dus, met andere woorden, ik ga stoppen. Ik zou zeggen, tot de volgende. Hoppakee. Ik zou zeggen, tot volgende week. En dan ga ik even afsluiten. En dan zou ik zeggen, met bekende korte afsluiting van mij. Tot de volgende keer. En ik zeg dan, met een hele kleine korte, ciao. De groeten. Doei.